Ja, dit moet het ongeveer geweest zijn, want dit is het beeld wat ik had. Ik kwam dus aan en in deze richting, boven die bomenrand, daar zag ik echt drie knalwitte lichten in een driehoek. En één keer vloog het met flinke snelheid richting Soest. En ik heb totaal geen geluid gehoord. Allemaal hadden ze over lichten. Lichten die in een bepaald patroon van elkaar zich voortbewoog boven de startbaan. Eén militair die zegt, als hij een boek had gehad, had hij in een van die lichten had hij een boek kunnen lezen. Terwijl het 5 uur in de nacht was, het was in februari, te stikken donker. Nou, het incident, de waarneming, die vond plaats begin februari, 1979 hebben we het over. In mijn optiek, het past hier tussen mijn vingers, zeg maar. Ik denk dat we 2 meter lopen en we worden allebei keihard naar voren gegooid. Echt alsof iemand gewoon naar je toe loopt en zegt, geef je een duw. Totale paniek. Amerikanen waren heel mysterieus. Zodra je in de buurt van de bunkers kwam, dat was hun territorium, zeg maar. De Amerikanen, die hebben heel veel geheim gehouden. En nog, weet je nog niet alles. Wat er nou geweest is, ik zou het graag willen weten. Maar ik denk dat ik er nooit achter kom. Wat zou dat kunnen zijn? Het was de tijd van de Koude Oorlog. Zou dat de Russen geweest zijn? Weet jij veel? Maar dat is juist hetgene wat pa ook op een gegeven moment zei. Het is iets wat het leger mij wil laten zien. De geheimen onthullen eigenlijk. Dit is ongeveer wat ik gezien heb, maar dit is mijn hele vage afspiegeling van wat het in werkelijkheid geweest is. Maar of ik blij ben dat ik het gezien meegemaakt heb? Nee. Ik denk het niet. It happened. Ik heb het meegemaakt. Ik kan niet ontkennen. Dus ik moet het ook een plaatsje geven. En wees dus bewust van dat er dus wel degelijk meer is tussen hemel en aarde. Want het is natuurlijk frustrerend om te vertellen aan de hele wereld van, ik heb wat gezien, ik ben niet gek. En met mij nog 11 andere collega's, we hebben het allemaal gezien, maar jullie geloven ons niet. What if